Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie allemaal weer kijken en luisteren voor de laatste etappe van de UAE Tour. De confrontatie op de Jebel Havid met als grote vraag: zou Remco het klassement kunnen verdedigen en wie zou er proberen om op het podium te komen? Het is een vlakke etappe, behalve de laatste 10,7 kilometer die bergop is aan een gemiddeld 6,8%. Voor de etappe had Remco een voorsprong van 9 seconden in het klassement op plep. 13 seconden voor op Bilbao. En de NMJ zijn achterstand op Evenable was iets meer dan een minuut. Wadden, we Welsvoort, Hesman, Ballerstedt, Hanine en Kondenverlovers in de ontsnapping Maar waren in het verdere verloop van de etappe niet heel erg belangrijk meer. Richting de slotklim kenden we de situatie in het klassement en wisten we dat Jeets iets zou moeten doen om op het podium terecht te komen. Op het moment dat we aankwamen bij de Jebel Hafid begonnen quickstep tempo te rijden met renners die je niet verwachtte dat ze heel ver gaan komen op de klim. Met 8 kilometer ongeveer te gaan kwam Bjerk van de UAE de eerste de positie en met de uh, solaire en de uh, die in het wiel van uh, Bjerk zaten, met jezer achter begonnen. Uh, Bjerk dus uh, tempo te rijden, quickstep ondersteunde Remco nog wel met de uh, twee of uh, drie renners voor hem. Maar in alle eerlijkheid had ik niet verwacht op het moment dat de uh, UAE nog een tempo hoger schakelde dat er nog een quickstep uh, renner uh, dan bij zou zitten. Iedereen wist dat het zou gaan gebeuren. McNulty die het tempo zo hoog mogelijk legt en op een gegeven moment uh, jeet wat hij vaak doet, de tempo net in Hoger leggen en dan kijken wie er dan nog kan volgen, en het waren twee renners die in zijn wiel zaten. Want terwijl het tempo van de McNulty schade had aangericht, waren er twee renners die Jeets konden volgen. De leider in het klassement op dit moment: Remco Evenepoel en Sebkus. Wie je miste was Pleb en Bilbao die in de tweede groep zaten, maar het gat was niet gigantisch groot. Het was ongeveer 10-15 seconden, maar je weet op het moment dat je los en jeet houdt dat de strakke tempo aan, dan zal het gat alleen maar meer en meer gaan toenemen. Met nog 5,8 kilometer te gaan kwam de groep met Jeets, Even de Kus en Kussen bekennen tegen. In ieder geval een bekennen van Kus, want het was zijn eigen ploeggenote Hesman van de ontsnapping. Die het uiteindelijk best lang wel lang volhield, maar logischerwijs kon hij het tempo van Jeets niet houden. Hij vriesde Kus wel even wat op door wat water op hem te spuiten. Een paar seconden later ging even de naar voren en begon zelf het tempo te bepalen. Vorig jaar bleef Pokachar in het wiel zitten van Yates. Omdat het aan hem was om de race op dat moment te maken. En Yates uh, moest tijd terugpakken op Pogacar. Nu was het eigenlijk uh, gewoon precies hetzelfde. Remco die nam over en deed vervolgens het de meeste kopwerk. Want Yates nam op bepaalde momenten ook nog wel over van Remco. Het heeft denk ik twee kanten van het verhaal, het overnemen van Remco. Want het is eigenlijk helemaal niet nodig. Hij zal denk ik gedacht hebben, Pleb en Bilbao zijn mijn grootste bedreigers voor, het eindwinst, voor de eindwinst in het uh, algemeen klassement. En als ik gewoon mijn eigen tempo volhoud, dan zullen zij verder weg uh, zijn in het klassement. En dan hoef ik me uh, bij uh, de finish geen zorgen meer over te maken. Als je het op 9 seconden was, gaat hij denk ik uh, niet uh, overnemen. Remco even een pool. Want dan laat je het Klassement echt gewoon open en nu Yates zo ver was in het klassement, kan hij gewoon zijn eigen tempo rijden. En wat Yates dan ook doet, hij zal dan niet de genoeg tijd terugpakken voor het klassement. En Pleb en Bilbao komen dan niet meer terug. Toch denk ik dat hij iets meer in het wiel bij had kunnen zitten. Want hij reed nu wel een beetje te veel op kop. Yates probeerde het met een aanval om Evenepoel uit zijn wiel te rijden. En dat lukte. Evenepoel probeerde het niet om te volgen. En ik denk als hij dat wel had gedaan had hij meer tijd verloren. Nu reed hij gewoon zijn eigen tempo. En wist ook wel met dat vlakke gedeelte een kilometer voor de finish. Kan hij die tijd, die secondes weer goed maken. Die hij al vrij snel verloor op dat steile gedeelte. Waar hij door Jeets werd gelost. Maar in de laatste honderden meters hield Jeets in ieder geval het gat met Evenpoel vast. En wint de etappe zo in super warme omstandigheden. Evenepoel beperkte schade tot 10 seconden. Bouchard was nog in staat om voorbij Kus, Bilbao en Pleb te komen. Evenepoel wint het eindklassement. Jeets derde met 3 seconden voor Bilbao en een seconde achter op Pleb. Als Jeets niet de overwinning van de etappe had gevierd, had hij voorbij pleb gegaan in het klassement en was hij tweede geworden. Maar ik denk dat Jeets en UAE dat niet zoveel uitmaakt. Ze hebben twee etappes gewonnen met Bolano en dus met Jeets en ook derde in het eindklassement. Op een minuut van Evenepoel wil vierde op 1 minuut 3. Dan gaat dan een groot gat naar plek 5 van Kus op 2 minuut 6. Poel zesde op 2 minuut 18. Tiberi zevende op 2 33. Zwiel of 8 en ploegen ook boegman op 9, beide op 2,38 en 10 tiende van Hoeken op 2 minuut 40. Bloke is volledig ingestort. En al gisteren niet zijn beste dag. Misschien zijn het de temperaturen. Want het is nog lastig om te zeggen. Want we hebben weinig van hem gezien op camera. Op beklimmingen. Maar in de UAE tour was het veel warmer dan in zijn eerste race van dit seizoen in Andalusia. Waar hij verrassend goed reed. Dus misschien past dat minder bij hem. Die warme omstandigheden. Maar dat weten we ook pas op het moment dat we meer in actie hebben gezien dit seizoen. Ik heb nog steeds het vertrouwen in de. Toekomst van Gloak. Want wat hij dit jaar al heeft gedaan geeft er behoorlijk veel perspectief voor het rest van het seizoen. En hem Jeet was voor mij de favoriet om deze UAE-tour te winnen vooraf. Zolang hij uh, de waaiers zou overleven. En dat heeft hij niet gedaan. En dat is uh, de reden waardoor hij al uh, op, vroeg op een behoorlijke achterstand kwam te staan in het uh, klassement. Het was in ieder geval uh, niet de beste race die ik ooit uh, heb gezien. Maar het is uh, jammer dat uh, Jeet al die tijd uh, verloren in uh, de waaiers. Want uh, daardoor was uh, die laatste etappe ook uh, totaal niet meer spannend. Als Jeet alleen tijd had verloren in de ploegentijd. Rit, dan was het een veel leukere strijd geweest voor de eindwinst. Nu denk ik dat er meer vermakelijke races zullen komen met Strade en Parijs-Nice met Jonas Vingegaard tegen Pogachar. Beide zien er heel goed uit in de voorbereidingscoersen. Vingegaard heeft ook aan gewonnen, heeft alle etappes gewonnen en Pogachar in de route del Sol zag er ook heel erg sterk uit. Ik denk persoonlijk niet dat de eindwinst van Remco Evenepoel in de UAE Tour veel zegt over de Giro. Omdat de races die gaan komen dichter bij de Giro daar meer zouden over moeten zeggen. Maar daarentegen zien we hem ook niet zoveel voor de Giro. Hij rijdt als meerdaagse koers alleen nog in de ronde van Catalonië. En dan de Brabantse Pel. En Luik als eendaagse klassiekers. Dus maar na Luik. En ik denk voor Catalonië zitten nog twee hoge stages. En ik denk dat we in Catalonië echt pas kunnen gaan zien hoe hij ervoor staat. Dan heeft hij, als het goed is, ook zijn eerste hoge stage achter de rug. Maar dat hij op schema ligt en goed, rijdt in, goed reed in deze uae Tour... dat is duidelijk. En dat vertrouwen doet je denk ik alleen maar meer goed in de volgende fase. Naar de voorbereidingen nog op de Giro. Allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even de duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te doen, zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. In de loop van de week zal ik nog een video uh, online uh, zetten waar ik uh, uitgebreid uh, terug ga blikken op uh, Kune brussel Kune. Nog even de twee uh, eendaagse Franse koersen die uh, afgelopen weekend waren. En natuurlijk morgen dan uh, ga ik uitgebreid uh, terugblikken op de 23e speelronde van de Eredivisie. Die video komt dus uh, morgen online. Uh, blijf daarvoor uh, het belletje aan uh, doen, dan uh, blijf gewoon op de hoogte, en dan uh, krijg je een melding wanneer uh, de volgende video online gaat komen. Ik zie jullie graag weer terug bij de volgende video. Laters!